Nou, de titel zegt het al. Ik ga mijn make-up collectie opruimen en ik ga jullie meenemen. Ik heb wel eens eerder mijn make-up sets laten zien in video's. En om heel eerlijk te zijn is er niet extreem veel aan veranderd. Nou, hij is misschien een beetje gegroeid, maar ik vond het niet interessant genoeg om er een nieuwe video van op te nemen. Maar als ik heel eerlijk ben, merk ik gewoon dat ik te veel spullen heb. Dat ik veel te veel producten heb. Ik merk ook dat ik veel minder koop. Omdat ik me ook heel erg realiseer, ja, ik heb al hartstikke veel. Ik gebruik dat dan niet eens. Waarom heeft het dan nog zin om nog extra bij te kopen? Ik heb een tijdje geleden mijn nagellakcollectie volledig op de schop genomen. En ik wil nu eigenlijk gewoon hetzelfde met mijn make-up collectie doen. En ik ga je dus laten zien wat ik op dit moment heb. Ik ga je laten zien hoe ik het opruim. En daarna wat ik ervan overhoud. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. En kijk mee hoe ik mijn make-up collectie op de schop ga nemen. Ik ben inmiddels verplaatst naar de badkamer. En mijn make-up collectie zit dus in deze laadjes. Deze kastjes zijn IKEA Helmer kastjes. Ze zijn ongeveer 30 euro. En zoals je kunt zien zitten ze bomvol make-up. En dan bedoel ik niet een beetje, maar ik bedoel echt heel erg. Dit moet ik dus even flink gaan opruimen. Ik denk dat het handig is dat ik de laders er allemaal uithaal. Dat ik ze in mijn keuken neer ga zetten. En dat ik ze dan eens eventjes aan jullie ga laten zien. En dat ik er dan gewoon per productcategorie doorheen ga. Ik heb alle overige producten erbij gezocht en die liggen er nu ook bij. En ik ga maar eens eventjes beginnen. Ik denk dat ik maar eens even met de lipglosslaag ga beginnen hiervoor. Van de lipglossen zijn dit de kleuren die ik weg ga doen. Een deel is gewoon echt heel erg oud. En dan is het misschien wel Chanel of is het MAC. Maar ik draag het gewoon heel erg lang niet meer. En heel veel is ook gewoon niet goed meer. Dus dat gaat gewoon weg. Ik heb hier de lipglossjes die ik bewaar. Ik heb er een paar van Chanel. Hop, dat zijn deze twee. Dan heb ik nog gewoon een basiskleurtje van Rimmel is deze geloof ik. Van MAC. Deze draag ik ook nog best regelmatig. Ik ben dol op de lipgloss, oh, die hoort er niet bij. Van Clarins. Dat zijn deze. En die draag ik echt super veel. Dus die bewaar ik sowieso. Dan heb ik nog een Cream Sheen Gloss van MAC. Apocalypse van Rimmel. Die draag ik ook nog af en toe. Een hele mooie lipgloss van Lancôme. Lip Lover. En dan heb ik nog een lipgloss van Rituals. En nog een favoriet van Catrice die uit het assortiment is. Dat zijn die. En dan heb ik nog de Pout Paints van Sleek. Die vind ik af en toe nogal leuk om op te doen. Ik vind het een beetje zonde om die nu nog weg te gooien. En van Hema nog de lipbalm, de matte lippenbalsempjes. Van Clarins nog een lippenbalsem. En van Max Factor nog zo'n long wearing lipstick. Die hoort eigenlijk bij de lipstick daar, maar hij zat hier tussen. Dus die bewaar ik sowieso. Oh, en nog een paar lippotloden. Die heb ik hier even op mijn hand geswatcht om een keuze te maken. Het zijn er een paar van MAC, van de Body Shop en van Clarins. Oh, en eentje van Catrice trouwens. Zo, het volgende slachtoffer is de La met lipsticks. Ik denk dat hier een stuk of 10, 15 kleuren tussen zitten die ik echt draag. En de rest draag ik gewoon niet. Dus ja, hier ga ik ook even flink met de bezem doorheen. Dit zijn alle lipsticks die weggaan. Er zitten overigens ook wat lippenbalsems tussen. En ook dingen als MAC Lip Erase en weet ik het wat. Heb ik al jaren niet meer aangeraakt. En ik heb hier vlakbij de lipglossjes dus nu ook de lipsticks gedaan. Ik bewaarde een aantal van de Body Shop. Een aantal van MAC, Estée Lauder, Clinique. Hier zit nog wat Chanel tussen. Wat Pupa. Nog een oude Estée Lauder die nog heel mooi is. Een paar lippenbalsems van Jack Black en de Body Shop. En nog een lipstickje van Rimmel en L'Oreal. En dat is het eigenlijk wel. Dus ja, dit hou ik ervan over. Dit gaat een hele leuke worden. Ik heb echt veel te veel blushjes, dat zie je wel. Ik heb hier trouwens nog wat bronzers. Poeders, concealers. Nou, concealer heb ik niet heel erg veel overigens. Maar goed, ik heb dus nog hier aardig wat dingen om uit te kiezen. Wat highlights op de achtergrond. Ik denk dat ik ze maar even allemaal open ga maken en dan bij elkaar neer ga zetten. En dan eens even gaan kijken van welke kleur ik wil houden. De keuze was toch wat sneller gemaakt dan verwacht. En ik ga deze overhouden. Een groot deel van MAC, een paar van de Body Shop. Nog wat NARS en Sleek. En achterin natuurlijk nog mijn palet van Benefit. En ik ga nu eens even naar de bronzers en de poeders en de highlighters kijken. Van de andere producten hou ik nog deze over. Het is nog steeds redelijk wat, dat realiseer ik me ook wel. Maar ik merk toch dat ik eigenlijk al deze bronzers nog veel gebruik. Poeders gebruik ik ook eigenlijk allemaal. Dus ja, die wil ik gewoon niet wegdoen. De volgende la is deze la. Hier zit heel veel nepwimpers in. En hier zitten nog wat van die losse oogschaduwpigmenten, crème oogschaduws. En heel veel hiervan gebruik ik ook niet meer. Ja, misschien één keer per jaar met kerstmis. Maar er kan behoorlijk wat van weg. Tada, alles uitgestald en ik ga er maar eens even doorheen.
Dit gaat er weg en dit houd ik over. Van de losse oogschaduws gebruik ik nog maar heel weinig kleuren. Dus ook van deze ga ik behoorlijk wat wegdoen. Ik ga eens even kijken, want ik heb behoorlijk wat. Maar er gaat toch wel wat uit. Oh, het is wel echt heel erg veel. Het is niet veel, maar dit is wat ik overhoud. Ik hou een aantal oogschaduws van de Body Shop over. Catrice Essence, Urban Decay en nog wat van Chanel. En dat is het. En dit zijn de wenkbrauwproducten. Ik gebruik hier op zich best een aantal van, maar er kan toch nog best wel wat weg. Dus ik ga even kijken wat ik hiervan nog wil houden. Mijn eyeliner en oogpotloden collectie moet ook even nodig uitgezocht worden. Een deel hiervan heb ik echt al heel erg lang. En ik weet dat er gewoon potloden tussen zitten die ik al heel lang telkens weer bewaar. En die moeten nu maar gewoon eens eventjes weg. Dus ik ga ze even opruimen. Hierachter heb ik nog wat mascara's. Op zich, mascara's gebruik ik nooit extreem lang. Dus alle mascara's die hier liggen heb ik eigenlijk op dit moment ook wel in gebruik. Dus daar hoef ik niet zo van op te ruimen. Maar deze absoluut. Dit is alles wat ik er nog van overhoud. Een aantal eyeliners van Physicians Formula, Kiko, MAC en nog wat van Urban Decay. En natuurlijk de mascara's die ik net al even had. Jullie weten misschien wel dat ik een foundation junkie ben. En dit laat het ook alweer zien. Een deel van deze foundations gebruik ik niet meer. Is niet de goede kleur. Ik heb van die foundations die ik dan alleen maar gebruik als ik zelf bruine op heb. Nou ja, dat heb ik bijna nooit. Dus hier gaat ook gewoon heel veel van weg. Ik heb hier nog wat BB creams. Daar poeder foundations. En daar helemaal achter liggen nog wat primers. Dit is wat ik overhoud. Ik heb hiervoor in mijn meest gebruikte... Dit is wat ik overhoud. Ik heb hiervoor in mijn meest gebruikte foundations liggen. En op zich deze gebruik ik ook nog allemaal. En achterin liggen wat primers en BB creams en poeder foundations. En dan gaat dit weg en dit weg. Dat valt op zich wel mee. Weet je wat trouwens heel erg raar is? Ik ben een foundation kwijt. En ik weet niet hoe ik dat nou maar voor elkaar heb gekregen. Want ik raak eigenlijk nooit dingen kwijt. Maar ik weet 100% zeker dat ik de Matchmaster foundation heb. En ik heb geen idee waar die gebleven is. Dus ik ben heel benieuwd of die nog eens een keertje opduikt. Maar vooralsnog heb ik hem nog niet gezien. Dit moet ik wel even aan jullie laten zien. Ik heb serieus gewoon 4 lege lades. Echt. Yes, ik ben echt zo blij mee. Ik wil mijn collectie verkleinen en dat is aardig aan het lukken. Ik ga nu aan het laatste deel beginnen. En dit is een van de lastigste, denk ik. Ja, mijn paletten. Ik merkte al wel, ik heb nu even alles open gedaan, zodat ik de kleuren kan zien. En ik kwam van alles tegen van ik dacht, oh, ik had geen idee dat ik dit nog had. Nou ja, dat is gewoon een teken dat weg moet. Ik bewaar wel mijn MAC paletjes, eigenlijk denk ik ook allemaal hieronder, bijna allemaal. Mijn Urban Decay paletten, daar liggen er ook nog een paar. En dan nog wat andere dingetjes, maar ik denk dat hier een heel groot deel gewoon van weg kan. Ik ben klaar met het uitzoeken van paletten en dit is wat ik er nog van bewaar. Dus de Naked paletten in Glot, nog een paar mooie paletten van Urban Decay. Ik heb nog wat van, wat is het ook weer... MUA, L'Oreal en hier ook nog wat MAC paletten, Dior en nog eentje van Too Faced. En natuurlijk nog mijn MAC oogschaduw paletten. Deze, ja die bewaar ik gewoon. Ja, en dan is dit het eindresultaat. Van 9 lades naar 5. Echt, oh, ik ben hier zo blij mee. Ik moet het nog een beetje anders ordenen. Maar op zich is het best aardig. Ik ben happy. Ik heb nog even verder wat geherorganiseerd. En dit is hoe ik het denk ik nu even ga doen. De MAC paletten en die van Benefit die komen op mijn kastje te staan. Want die passen er niet in. Dus dat is prima. En de rest ga ik zomaar eens even in het kastje schuiven. En ik heb dus gewoon nog 4 lades over. En ik moet eens even kijken wat ik daarmee ga doen. Ik heb best wel veel beautyproducten verder ook nog in mijn badkamer staan die ik daarvoor wil gebruiken. Dus ik kan de ruimte absoluut goed benutten. Nou, mijn stash is eindelijk opgeruimd. Het was hard nodig, zoals jullie konden zien. Ik ben echt heel erg blij mee. Ik denk dat dit me goed gaat bevallen. En ik heb het vermoeden dat ik mijn stash nog wel iets verder kan inkrimpen. Maar ik wil ook eerst gewoon even dingen opmaken. Dus dat ga ik de komende maanden doen. En dan zien we weer verder. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Vind ik altijd leuk om te zien. En als jullie benieuwd zijn naar een uitgebreide stash video waarmee ik even iets meer langs alle producten ga, laat het dan weten in de comments. Want dan ga ik er zeker eentje opnemen als jullie het leuk vinden tenminste. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doei!